Daarnet hadden we dat autootje gemaakt. Nu wil ik daar een aantal dingen aan toevoegen. Bijvoorbeeld een uitlaatpijp. Als ik zie hier, ik ben nu op mijn scene aan het werken en hier staat mijn autootje. In mijn bibliotheek zie ik alle stukken waaruit dat autootje bestaat. Nu, als ik op mijn autootje klik, vanuit mijn scene, dan kom ik nu in auto terecht. Ik kan van daaruit op wiel gaan klikken. Zit ik in wiel draai. Hier zit mijn beweging van mijn wiel. Klik ik nog eens, ben ik in mijn wiel. Hier kan ik bijvoorbeeld mijn wiel van kleur veranderen. Groen. En dan is dat veranderd in mijn volledig filmpje. Nu, als ik een uitlaatpijp wil maken, zet ik die best mee in mijn koetswerk. Dus ik ga naar koetswerk. Hier ga ik op een nieuwe layer werken. Zo. Dat is voor een uitlaat. Hier teken ik een uitlaatpijpje. En ik teken hier ook een beetje rook. Ik gebruik mijn potloodtoeltje. Ik zet dat op smooth. En ik teken hier al zo'n klein beetje. Zwart maken. Dit wil ik laten bewegen. Dus hiervan ga ik een filmclip maken. Convert to symbol. Dat gaat mijn rook worden. Oké. Nu ga ik in rook door daarop te dubbelklikken. Dan zie ik waar dat die zich beweegt. Ik ga hier verder door op mijn tijdlijn. Hier. Ik vraag hier een blank keyframe. Ik ga daar iets nieuw tekenen. En hier teken ik veel meer rook. Tussen die twee zet ik dan een shape tween, zodat die rook van vorm verandert. Dat was in rook. Ik ga terug naar mijn koetswerk. En op deze plek kan ik via mijn properties aan mijn filmclipje hier filter toevoegen, een blur. Ik geef dat goed wat blur, zoiets. En in mijn filmpje ziet dat er dan zo uit.